Daily Minutes nummer 1575 met een uitzending van vandaag 14 maart 2019. Dit is het bulletin van donderdag. Vandaag een korte uitzending met deel 7 uit de serie over repeatertechniek. De data bestaat vandaag uit enkele foto's die ik niet op tijd klaar had voor Slow Scan Radio. Wegens, ik zal maar zeggen, technische problemen. Ze konden niet meer mee. Ze komen nu volgende week in Slow Scan Radio, maar vandaag dus al in de Daily Minutes. We komen nu toe aan deel 7 van de serie over repeatertechniek. Vorige aflevering over repeatertechniek ging nog steeds over controllers die er in allerlei soorten en maten zijn. Standalone controllers worden ook nu nog steeds gebruikt, maar meer en meer worden dingen als Raspberry Pi's en Arduino's of nog andere embedded computertjes gebruikt om een repeater aan te sturen. Ik had het eerder al over wat speciale zaken zoals een anti-kerchunk of een anti-kerchunker, ook wel anti-kerchunker filter genoemd. Het woord kerchunker is een zogenaamde onomatopee, dat wil zeggen een woord dat een nabootsing is van het geluid van het item dat het omschrijft. Kerchunk is het geluid dat de dichtvallende squelch maakt als alleen maar kort de microfoon wordt ingedrukt. Veel mensen doen dit zonder dat ze beseffen dat dat vervelend is, bijvoorbeeld om te testen of ze een repeater opendrukken. Als het op een rustige repeater 1 of 2 keer per dag gebeurt, dan is dat geen probleem. Op een drukke repeater kan dit meerdere keren per uur voorkomen en dat is ongewenst. Het is niet alleen irritant, maar het kan ook ander, zeg maar, ongewenst geluid in de hand werken. Een anti-kerchunk kan op enkele verschillende manieren werken. Eén manier is om de squelch pas open te beschouwen als er meer dan bijvoorbeeld een halve of een hele seconde wordt uitgezonden. Tijdens een lopend QSO, wanneer de repeater zeg maar open is, gaat de squelch gewoon direct open. Alleen bij een niet bezette repeater wordt de squelch even dichtgehouden tot het zeker is dat een uitzending op de ingang langer duurt dan een moment. Bij een zeer korte uitzending komt de zender van de repeater niet in en blijft de repeater in onbezette toestand. Nadeel van deze werking is dat de eerste 1 of 2 woorden van een eerste doorgang op een vrije repeater niet worden gerelieerd. Dat is met name vervelend als iemand netjes met zijn roepnaam begint. Die is dan niet of slechts gedeeltelijk hoorbaar. Sommige controllers geven daarom het audio met een kleine vertraging door. Deze vertraging is dan even groot als de tijdsduur dat de squelch bij de eerste doorgang op een vrije repeater dicht wordt gehouden. Hierdoor is dan de volledige doorgang over de repeater hoorbaar. Een time-out timer, ook wel wurger genoemd, is ook een vorm van het voorkomen van misbruik van een relais. Als iemand lang zendt zonder dat daar zinvolle informatie uitkomt, ofwel doordat iemand op de mic is gaan zitten of als dit doelbewust gebeurt, dan zal de repeater na een ingestelde tijd in zo'n geval uitschakelen en uitblijven totdat het signaal weer uit de lucht gaat. Er kan ook voor worden gekozen dat de repeater pas een tijdje na het wegvallen van de carrier weer inkomt of dat de squelch gedurende een x-aantal seconden gesloten moet blijven voordat de repeater weer gebruikt kan worden. Dat laatste is een zwaar middel. Nadeel hiervan is dat de maatregel enigszins beter werkt naarmate de wurgertijd korter is ingesteld. Een niet zorgvuldig ingestelde timing kan dan het probleem verergeren. Als de tijd voordat de repeater terugkomt lang is, kunnen mensen dit als onterechte straf beschouwen, waardoor uit frustratie mensen die dit eerder niet deden zelfs zouden kunnen gaan storen. Bij te krap ingestelde tijden loop je ook het risico dat het een spelletje wordt om de repeater hiermee zo lang en zo vaak mogelijk uitgeschakeld te houden. In dat geval is het middel erger dan de kwaal. Er bestaan overigens ook technieken om het signaal van het analoge signaal van een specifiek apparaat te herkennen. Je weet daardoor of het steeds dezelfde gebruiker is die een bepaalde storing veroorzaakt. Dit systeem werkt op basis van bepaalde karakteristieke eigenschappen van zo'n signaal. Vaak staan FM-signalen bijvoorbeeld niet direct precies op frequentie. Dat geeft als je steeds op dezelfde ontvanger luistert een specifiek geluid. En daarnaast kan er ook sprake zijn van andere herkenbare geluidseffecten, zoals bijvoorbeeld schakelklikken. Het is daarmee mogelijk om bepaalde apparaten van het gebruik van een repeater uit te sluiten. Een dergelijke techniek is een aantal jaren geleden al eens bij een repeater in Nederland in gebruik geweest. Maatregelen, met name technische, zijn bij repeater abuse overigens sowieso al snel als middel erger dan de kwaal. Je kunt het beste de storing die plaatsvindt in het geheel niet noemen. Dat is het middel wat het beste werkt. Iedere opmerking erover of referentie eraan kan en zal vaak als een aanmoediging werken. Simpelweg genoemd worden is namelijk voor deze doorgaans eenzame en beklagenswaardige zonderlingen die dit doen, de grote gratificatie, dat wil zeggen de beloning waarom ze dit allemaal doen. Aandachtsdieren zijn het, en ik heb al eens gezegd, als je de ellende negeert wordt het misschien niet minder erg, maar als je het wel noemt worden de problemen gegarandeerd wel groter. De Engelse RSTB omschreef de omgang met dit probleem een paar jaar geleden als volgt.
Reageer er niet op. De ervaring leert dat abusers vooral graag een publiek willen. Negeer ze dus. Er komt nog bij dat je, ik heb dat vertaald naar de Nederlandse situatie, een gele kaart kunt krijgen en bij herhaling een flinke boete of erger als AT je op communiceren met mensen zonder callsign betrapt. Die gele kaart, et cetera, kun je overigens ook al krijgen als je met bijvoorbeeld een draaggolf, ook al zeg je je call erbij, de abuser stoort. Dat mag niet. Benader de abuser of de abusers dus op geen enkele manier en zoek zeker niet de confrontatie met ze op. Iets wat wel kan helpen is zeker bij herkenbare storingen een logboekje bij te houden met daarin uiteraard tijd en datum, frequentie, locatie, is iemand mobiel of vast, wat voor soort verstoring vindt er plaats en verder andere gegevens als dat zinvol lijkt. Bewaar dit log. Mocht het nodig zijn, kunnen zo meerdere mensen hun log als bewijs aan AT overhandigen, zodat die tegen zo'n persoon gericht kan optreden. Ik kan uit recente ervaring vertellen dat zoiets dus kan werken. Het kan ook op een venijnige manier misgaan als zowel geregistreerde gebruikers als abusers zich op een repeater niet weten te gedragen. In de afgelopen jaren zijn er daardoor meerdere repeaters in onze buurlanden uit de lucht verdwenen. Daily Minutes zijn dagelijks vanaf ongeveer 1900 uur te beluisteren. De uitzending wordt een dag later om 10:30 ochtends herhaald. Alle mail is welkom op het adres x@xdv.me. Dat is ook te vinden rechts bovenaan de webpagina van de uitzendingen www.pa0ete.nl. De Daily Minutes toont iedere dag weer aan de hand van schokkende voorbeelden hoe een hobby mensenlevens kan veranderen. De internetfaciliteiten en studiohardware voor Daily Minutes worden gesponsord door 70MHzShop.nl. 70MHzShop.nl.
Microfoon naar retour.